Van 2006 tot 2011 was Marco Florijn voor de PvdA wethouder van onder andere sociale zaken en arbeidsmarkt in Leeuwarden. In 2011 werd hij benoemd tot wethouder van werk en inkomen in Rotterdam. Marco kreeg landelijke bekendheid door een grootschalige proef om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen in de kassen van het Westland. Dit leverde weinig resultaat op. Slechts 19 werklozen uit de regio hebben een vaste baan gekregen. Marco heeft zich inmiddels teruggetrokken uit de politiek en is tegenwoordig mede-eigenaar van het adviesbureau Sea Starters met vestigingen in Rotterdam en Leeuwarden. Wat zijn jouw plannen voor het komend jaar? Ja, nou, komend jaar is voor mij het opbouwen van een bedrijf. Dus dat wordt een heel spannend jaar voor mij. En wat voor bedrijf heb je? Nou, ik ben samen met mijn man een bedrijf gestart dat heet Sea Starters. Eigenlijk wat we doen is, we starten andere bedrijven. Dus een bedrijf die bedrijven start. En we doen allerlei deelnemingen in andere bedrijven. Die helpen we dan ook om te groeien en zo. Daarnaast doen we heel veel op digitaal. En ik doe zelf ook veel adviesklussen voor ministeries, gemeenten en bedrijven. Ja, want ik had van jou begrepen dat dit toch een beetje jouw droom was. Ja, dit is eigenlijk wat ik altijd al wilde. Toen ik nog wethouder in Leeuwarden was, toen zou ik in mijn tweede periode van wethouderschap halverwege stoppen om voor mezelf te beginnen. Toen ben ik naar Rotterdam gegaan. Dus ik heb deze plannen die ik nu kan uitvoeren eigenlijk gewoon een paar jaar in de ijskast moeten zetten. En nu heb ik ze er lekker uitgehaald. Dus ja, 2015 gaat gewoon ons jaar worden. Jij bent als wethouder van Leeuwarden naar Rotterdam gegaan om daar wethouder te zijn. Waarom heb je die stap genomen? Eigenlijk omdat dezelfde reden waarom ik wethouder in Leeuwarden was. En dat was omdat ik een passie heb voor de sociale zekerheid en de zorg. En ik vond eigenlijk dat een aantal dingen heel erg slecht geregeld zijn. En toen Rotterdam ineens langskwam, dacht ik van, als er één gemeente in heel Nederland is die waar echt veel te doen is op het gebied van sociale zekerheid, op zorg, waar veel veranderd moet worden, maar waar je ook een mooie vinger in de pap in Den Haag hebt om nog wat dingen aan te kunnen passen, dan is dat Rotterdam. Naast het feit dat ik Rotterdam een geweldige stad vind, waar dat voor mij eigenlijk de redenen mijn plannen die ik anders had uit te stellen en naar Rotterdam te gaan. Je hebt daar een project opgezet, het Westland, om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen. Velen vinden het project mislukt, maar jij ziet het anders. Ja, nou, Westland was wel een van de ongeveer 50 dingen die we gedaan hebben, omdat we meer dan 200 miljoen per jaar tekort hadden op de hele sociale zekerheid. 200 miljoen per jaar, dat is echt bizar veel. Dus ik moest heel veel dingen doen. En waarom ik vind dat Westland succesvol is, is omdat wij ook gewoon, in mijn tijd nog, iets van 150 mensen hebben kunnen plaatsen. En het project kostte ons eigenlijk geen geld. Want die werkgevers, die deden de reïntegratie voor ons. Dus er was een kassenman en daar stuurden we mensen heen. En die konden dan drie maanden lang, konden zij zeg maar inwerken. Heel veel mensen redden het namelijk niet in het Westland. En dan ging die werkgever vervolgens kijken, nou, deze persoon die is geschikt voor bloemen. Deze persoon die is geschikt voor fruit. En dan ging hij collega's zoeken om ze te plaatsen. En dat is eigenlijk, komt dat bijna nooit voor, dat er op die manier ook echt gewerkt wordt aan reïntegratie zonder al die reïntegratiebureaus. Werkgevers deden het. Je hebt ook een nieuwe Nederlandse term ontwikkeld, pamperen. Wat is deze term? Pamperen. Pamperen, pamperen, pamperen. Dat betekent eigenlijk een paar dingen. Aan de ene kant, wat wij merkten in Rotterdam bijvoorbeeld, was dat er zo'n 5000 mensen in de bijstand zaten. En die vonden het, als ze dan 18 werden, heel logisch dat ze gewoon een uitkering gingen aanvragen. En dan, wat deed dan de gemeente Rotterdam? Die accepteerde dat allemaal maar. En dat is eigenlijk een beetje pamperen, dat je gewoon niet iets vraagt van mensen en gewoon maar zegt van, nou, we doen het. We gaan nu helemaal een zorgtraject intrekken en that's it. En ik vind dat slecht, omdat ik heel erg veel vaak gemerkt heb dat mensen eigenlijk gewoon zelf
regie over hun leven willen hebben. En niet iemand die bij een sociale dienst zit, die dat voor hen doet. Of iemand die in een ziekenhuis jouw dossier behandelt, die dat voor je doet. Maar dat ze veel meer ook zelf de dingen willen doen en zelf regie willen houden over hun eigen leven. Als je gaat pamperen, dan ga je een strikje om mensen heen doen en dan maak je er een mooi cadeautje van. En dan zet je ze op de bank neer en dan krijg je elke maand een beetje geld. En zo gaan je jaren voorbij. En dat is iets waar ik altijd heel droevig van werd. Omdat ik dacht van, god, dat is toch niet hoe we het willen in Nederland. Ik heb namelijk zelf het gevoel dat de PvdA, en nu ze samenwerkt met de VVD, de uitkeringsgerechtigden wel heel hard aanpakt. Ja, je ziet dat de scherpte, zeg maar, ook in de bijstand. En waar het bij mij heel erg wringt, dat is toch het gezinsinkomen. Hè? Dus stel dat je een kind hebt die in de Wajong zit, hè, een jong gehandicaptenregeling, en je hebt zelf een uitkering, ja, dan krijg je het wel moeilijk. En daarnaast nog een hele nare maatregel vind, die ik heel moeilijk kan uitleggen, dat is dat fraudebeleid en het sanctiebeleid. Dat je gewoon, stel dat jij niet opgeeft dat je samenleeft met iemand, dan krijg je een boete. En die is net zo groot als je hele fraudebedrag, dus je hele uitkeringsbedrag. Mensen komen daar niet meer uit. Als jij 60.000 euro boete krijgt, bijvoorbeeld van de overheid, dan kom je nooit meer uit en dan kan je ook niks meer van je leven maken. Dus ik zie maatregelen op het gebied van gezinsinkomen en op het gebied van fraude, waarvan ik denk van ja, daar helpen we mensen niet mee. En wat ik deed nog vanuit Rotterdam toen, was ook altijd lobbyen, want dat kan heel goed vanuit de grote steden, lobbyen om dat ook van tafel te krijgen, dan wel in ieder geval te evalueren, want dat is, dan doe je dat dan maar, hè, als we het niet meteen van tafel willen halen. De fraudewet, die is al een deel geëvalueerd en die wordt binnenkort opnieuw geëvalueerd en dan hoop ik dat die de kast in kan. Je bent natuurlijk nog steeds heel nauw betrokken bij de PvdA. Wat vind je van de samenwerking van de PvdA en de VVD? Ja, dat is best wel heftig. Want ik heb ook het verkiezingsprogramma landelijk. Daar was ik voorzitter van de club die het verkiezingsprogramma schreef van de PvdA. En wat je eigenlijk ziet is dat VVD iets binnenhaalt en PvdA iets binnenhaalt. Hè? Twee aparte clubs die samen toch in het kabinet zitten. Met wel hele goede bewindspersonen, zowel van de VVD als van de Partij van de Arbeid, vind ik het kabinet wel heel sterk. Wat ik er gek aan vind, is dat je, ja, die partijen, dat is toch een beetje, ja, water en vuur, water en olie, dus het mengt niet goed. En dat merk je, en dat merkt heel Nederland eigenlijk. Dus aan de ene kant denk ik van, ja, wat was het beter, was er iets beters, dan had er nog een derde partij bij gemoeten die misschien bindmiddel was. Ik ben altijd heel erg voor een samenwerking met GroenLinks. Maar ja, dus ik ben er niet heel erg gelukkig mee. Omdat ik het ook wel een beetje een soort zakelijke deal vind of zo. Tegelijkertijd denk ik ook wel van ja, de crisis. Het is volgens mij de meest vreselijke periode ooit om nu in het kabinet te zitten. Op de Tweede Wereldoorlog na. Dus ik heb ook wel zoiets van ja, ik vind het wel echt moed hebben dat ze het doen met elkaar en dat ze ook verantwoordelijkheid nemen. Dus daar heb ik altijd wel een heel erg groot respect voor. Maar het is, ja, het is soms best lastig uit te leggen. Nu die vrije artsenkeuze weer. Daarvoor die zorgpremie en al dat gedoe over ook weer sociale zekerheid. Hè? Nou moet Jetta Kleinsma maar weer een taaltoets invoeren, omdat het in het regeerakkoord staat. Taaltoets slaat eigenlijk helemaal nergens op. Wat heb je alle kijkers nog te zeggen? Iets wat je echt van het hart moet? Dat je ontzettend trots moet zijn op deze provincie. En specifiek ook op Leeuwarden. Maar wat je ziet is de samenwerking gaat heel goed hier. Want het zit hier wel goed. Mensen zijn leuk. Culturele hoofdstad komt er helemaal aan, geeft zoveel energie. Nederland kijkt echt wat er op dit moment allemaal in Friesland gebeurt. En geniet daarvan. Probeer er lekker van te genieten, want in heel veel delen van Nederland gaat het veel beroerder. Dus ja, omarm het en wees trots dat je hier mag wonen. Dus we moeten trots zijn om toch echt Fries te mogen zijn. Ja, want het is een ontzettend gave provincie. En helemaal als je vanuit Rotterdam weer even kijkt naar wat hier allemaal gebeurt. Ja, dan vind ik gewoon alleen maar geweldig.